Hier zitten zo direct 720 mensen. En die kijken naar de laatste uitzending van Politieke Junkies. Ja, dat betekent dat meer dan 100 politieke journalisten op dit soort stoelen al een keer hebben plaatsgenomen. Nou, het is eigenlijk de grote ontspinshow. En normaal gesproken hebben wij... De ontspinshow. De grote ontspinshow. Ontspinnen, oftewel vertellen hoe de verhalen van politici tot stand komen... waarin ze zelf niet geheel toevallig altijd de rol spelen van redder, weldoener of slimmerik. Oorlog voeren heet dan vrede brengen, muggen worden olifanten... en in Amsterdam heeft oud-wethouder Geert Dales eens als rookgordijn de hondenbelasting verdubbeld. Dat is even by the way qua onderdeel op de begroting van de gemeente Amsterdam 0,0001%. Dus dat is een futiliteit. We betalen €58,75, althans als je een hond hebt. U weet, ik heb geen hond. Maar dat leeft enorm veel gedoe op. Mensen die een hond hebben vinden dat enorm onterecht. Weer zijn weer de verkeerde mensen weer de dupe. Eigenlijk de arme mensen die geen andere mensen om zich heen hebben. Ja, nee, beslissing is beslissing. En dan liet hij door. Lees, koop tijd. Geen aandacht voor de pijnlijke bezuinigingen. Bezuinigingen van maar liefst €127 miljoen. En aan het eind zei hij, ik vind wel als volksvertegenwoordig moet je ook luisteren naar de bevolking. En als er geen draagvlak voor is, kan ik niet anders doen. U raadt het al, die verdubbeling ging niet door. Nou, ik vind het wel een dingetje zo, hè? Ja, toch? Maar sinds Dales zijn de tijden veranderd. Bij het begin van Politieke Junkies was spinnen nog vaak ondergeschikt aan de inhoud. Nu is dat vaak andersom, zegt de greven. Dat het wel ook echt wel verontrustend te noemen is. Kijk, ik bedoel, het politieke debat is van origine natuurlijk ooit bedoeld om met elkaar argumenten uit te wisselen en dan samen tot het beste te komen. Maar na 10 jaar moeten we zeggen dat de wereld om ons heen ons een beetje heeft ingehaald. Dus waar we eerst heel origineel en bijzonder waren, kijk naar een gemiddeld televisieprogramma. Framing, spinning. En dus stopt Politieke Junkies. Wie nu zelf de spinners in de gaten wil houden, moet volgens de greven goed op de nieuwe wethouder verkeer letten. Sharon Dijksma. Die weet wel heel goed hoe je moeilijke boodschappen op een slimme manier kan verkopen. Ja, dus zodra ze over hondenbelasting begint, moet iedereen... Dan moet sowieso elke Amsterdammer alert zijn.